What's going on guys, it's Urbie here en welkom bij mijn allereerste vlog. Vandaag ga ik naar Supercar Sunday en ik heb er ontzettend zin in. Maar ik ben nu nog thuis, dus ik ga eerst even mijn neefje ophalen en dan zie ik jullie straks. Ja, en in de auto is gelijk first world problems. Want ik heb een radio zonder aux, dus ik moet zomaar muziek gaan spelen. Dus. Hopefully I don't get copyrighted. Kut reclame altijd. Ik heb geen Spotify, dus gewoon YouTube muziek luisteren. Ik wil eigenlijk nog even wat kwijt, want voor de mensen die mij kennen, die zien nu in één keer een vlog verschijnen. Maar wat wil ik doen met mijn kanaal? Ik heb echt ideeën in mijn hoofd wat ik zou willen doen en ja, op autogebied gewoon. En ik heb al eigenlijk ook wat video's opgenomen, maar het was nog niet helemaal gelukt omdat mijn camera die stond niet op de juiste instellingen. Dus ja. Fakatje. Zo'n ding is er al ver hier bij de deur. Ja, weet ik. Die was kijk, er al lang. Camera. Fakkaji. Ja, man. Fakkaji. Je moet deze alleen even vasthouden. Oh, moest ik het vloggen. Als je op deze drukt, dan gaat hij beginnen. Ziek, pik. Ja, man. Oh, hij heeft er ook eentje bij zijn raam. Oh. Ik had alles moeten. Hoe heet het? Alles moeten kopen toen. Hoeveel was je kwijt? Ja, ik heb niet opgeteld, maar best wel veel. Tenminste, die camera was het duurste. Hey, je weet wel dat je gewoon in die lens deed en kijkt. Ja man, want ik moet ook nog wennen hoor. Ik heb ook nog nooit echt gevlogd ofzo. Maar is dit ook de eerste keer? Huh? Heb je het al een beetje uitgeprobeerd of is dit echt de eerste keer? Ja, dit is echt de eerste keer man. Maar ik heb gewoon schijt. Ik ga gewoon filmen. En, mag je ook een keer met mij zo even vasthouden? Maar het voelt wel lekker licht nou. Die camera is best wel zwaar van zichzelf. Maar door dit voelt het best wel licht. Maar ja, voor deze ga ik alleen in de auto filmen, niet niet daar zitten. Ja. Ik film gewoon en dan zie ik gewoon wat ik ga gebruiken, weet je. Ewa! Ja man, ik wil zeg maar al dit soort evenementen met auto's wil ik gaan vloggen. Kijk, deze zagen we net al hoor. Ja, ik zag hem ook net. Maar hij gaat niet eens naar Zandvoort. Maar ja, er zijn er toch genoeg. Veel dikker. Want we mogen ook niet naar het paddock, hè? Wat is dat? Dat zeg maar achter bij die. Hoe zeg je dat? Bij de finish daar zo. Hoezo mag dat niet? Omdat je dan meer moet betalen, VIP ticket. Pardon? Ik zag zo'n VIP ticket kost 100 euro, hè? Zo. Ja, helemaal lijp. Die map is ook kijken waar je doorheen kan. Dit. Ja, check ook een gebroken scherm. Nu is het echt uit. Heb jij dit ook? Ja, ik heb het wel. Ik ga binnenkort ook een nieuwe telefoon nemen.
iPhone? Ja, wel weer iPhone. Want ik heb, kijk, ik wil, nu maken we dan zeg maar zo'n vlog, maar ik wil ook andere video's maken. Dat ik bijvoorbeeld, ik wil zeg maar video's maken dat ik auto's review, zeg maar. Dat ik vertel over auto's. En ik was er al mee begonnen, maar ik heb zo'n microfoontje gekocht. En die werkt niet op mijn telefoon, zeg maar. Die input is stuk. Dus ik ga nu mijn telefoon regelen. Ik dacht eerst dat het microfoontje stuk was, maar die doet het gewoon. Ja, dus dat is kut. Dus ik moet even een nieuwe telefoon hebben. Die Ferrari. Zo. Maar dat is nog niet het mooiste wat we gaan zien. Zeker niet. Er gaan gewoon fucking... Waar komt de nieuwe versie van de Bugatti aan? De Siren of de Firen? Ik zag op die ik heb geen idee, ja. Zag ik wel mijn cutting. Ik hoop wel die Sharon, man. Ik hoop het echt, die zijn mooier. Dus, dat is die, echt die nieuwste. Die gaat nog harder, hè? No. Ja. Want die 5 ging 64 volgens mij, toch? Ja. Stond, hè? Dus deze ging nog harder, nou. Ja, super ziek, man. Ja, die zal wel op een circuit gaan rijden. Ja? Ja, ik denk het wel. Ik irriteer me echt aan die kleine haartje, die had jij ook toch? Ja, ik heb ze vanochtend weggeschoren. Ik neem me er nu echt aan. Echt irritant. Nu kan ik mezelf zien zo toch. Nu irriteer ik me er echt aan. Ik heb hele kut. Anders moet je me eruit trekken. Jij krijgt ook een beetje gekke barra en snor. Jongen hoor. Jij moest daar lang op wachten, hè jongen. Ja, gap. Kijk dan. Ik heb nog niet eens een baard van. Hij laat hem ook expres groeien toch? Want hij wil het heel graag. Ja, anders lijk ik fucking 16 aan. Wat ik moet verwachten van vandaag. Hè. Ja, ik wil wel een beetje van. Oh ja, trouwens, hey boys, kijk. Ik heb zeg maar een lijstje gemaakt van 3 auto's. Zeg maar, ik heb de Bugatti Chiron, Huracan Performante, Ford GT. En ik ga zeg maar, als ik een van die auto's zie, dan streep ik ze zeg maar af. Oh, juist. Gewoon, kijk, ik weet niet of je het goed kan zien op camera. Ik weet niet, allemaal. Maar ja, goed. En als ik ze zie, dan streep ik ze af. Want die auto's wil ik wel echt zien, man. Hoe lang geleden heb jij gedronken? Hoe bedoel je gedronken? Gewoon bier of alcohol? Wij hadden het over, toch? Van, hij zei, Urbi is toch 18. Heel lang geleden, al. Ja. Waarom dat dan? Omdat je heel lang ziek thuis zat, denk ik. Ja, ook. Maar drinken daarom... Jij was bij Ruis laatst, hè? Nee, man. Dat zeg je allemaal. Je liegt. Shami had je gezien of iemand. Wie was dat? Helemaal niet. Ik ben heel lang niet uitgegaan, gap. Hè? Wie zei dat tegen mij? Ik zag Urbi bij Ruis. Bro, jij hebt mooie dromen, ouwe. Volgens mij zei Shami dat wel. Ja, ja. Nu moet ik zeker die kant op. Ja. WK's hoor. Wij gaan ook met onze supercar race, vriend. Ja, ik had mijn Lamborghini moeten brengen. Dat is wel mooi, hoor. Ja, mooi huis. Die raam een beetje open. Misschien hoor ik geluid. Oh, we moeten erin komen. Oh, dit is voor die supercars natuurlijk. Ja, stop een bitch. Wachten. Bro, dit is een twin turbo, je weet niet. Oh, moet ik zeker die parkeerticket ook nog laten zien? Nou, blijkbaar niet. Ik zweer het, als ik die niet hoef te laten zien, word ik gek, hè? Want dat ik dus gratis kan parkeren. Nee, misschien op het einde, als je weggaat. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Hey, ik ga ook meteen vragen waar ik een kaartje kan kopen. Ja. Ja, man. Where can I buy a ticket? Meneer, we moeten nog 1 ticket halen voor de... Dat kun je volgens mij ook daaronder doen. Bij de entree. En waar kunnen we parkeren? Ja. Helemaal toppie. Lekker grap. Moet je even zeggen, ben ik geslaagd voor mijn 1 parkeercursus, meneer? Oprotten met je mini. Hij gaat er ook voor staan. Hou hem wel.
moet even goed erin zetten, toch? Dicht in de piek. Ik sta helemaal schuin. I don't care, bro. Gaan we het wel laten? Ja. Hij zegt het is goed, dus dan is het goed. Ja, ja, aangekomen op Supercar Sunday. Yeah! Dit is mijn neefje. En hij heeft een mattie gebracht. En kijk eens, we hebben heel toevallig. We hebben gewoon dezelfde pants, man. Juist. Ja, ja. Heel toevallig. Dezelfde pants. Zeg ze. Juist. Ik weet niet wat ik moet zeggen. We gaan niks zeggen, man. We gaan gewoon genieten vandaag. Kijken welke wakkies we kunnen spotten. En ik zie jullie zo meteen. Oh, yo, jongens, ik zie nu een Bentley. Check deze Bentley. Mooi kleurtje ook. Sta je in een file? Drie. Aston Martin. Ja, het is vaak zout, weet je wel. Ja, nou, het is van bedrijf. Dus. Die schijf van de donders. Dat had ik ook al laten kijken. Ja, die achterste, dat is ook niet heel verkeerd hoor. Zo, zit er nog een Mustang achter pik en hou? Oh, Dylan is al even splash uit bij mij. Oh shit. We zijn eindelijk. Jongens, we zijn eindelijk erdoor. We hadden een beetje problemen met de tickets, maar uiteindelijk is het gelukt. Check deze auto. Deze auto is helemaal vol met koffiebonen gewoon. Check dit. Kijk, hoe kunnen jullie erop blijven? Het is gelijmd of zo, man. Volgens mij ook, maar er stond nog geen auto op. Dus je hebt ja, echt koffiebonen. Even een Duitse onderrondje van Mercedes tegen Porsche. Oh joh, ik hoor Mercedes tegen Porsche. Ja, ze kunnen niet tegen deze auto. Wat is er? Wat? PK. 20 PK. 20 PK. Oh,
Ik krijg een standaard auto, check hoe laag dat is. Echt super laag. Ja man, dit is netjes. Je moet ook, hè? Kijk, deze Abart. Batman. Ik was stuk. Ja, Batman. Laat hem maar een beetje volgen. De Audi raakt hem op. Ja jongens, 99 duizend. Die koop ik even jongens. We zitten hier op de tribune. En de hele tijd komen hier auto's langs. En nu weer zitten, helemaal niks gewoon. Hopelijk straks wel. Normaal gebruikt. Ik denk dat er een show niet komt. Nee, dit is toch die shortcut hier zo? Ze gaan gewoon. Oh, ze komen vandaar. Want ze gaan eerst die drag race op het rechte stuk. En dan gaan ze zo. En dan komen ze hier uit. Ze gaan zeg maar de baan anders omrijden. En dan nemen ze die shortcut hier zo. En dan zijn ze weer hier bij. We gaan niks illegaal doen. Wat wil je doen? Hé, zeg het eens. Over die baan, luister pik, er staan mensen ook daarop. Ik ga daar even checken. Ja, is cool. Nee, ze rijden niet toch niet. Gaan we eerst daarheen. Juist. Laten we even vroeg. Zo, ik val zelf bijna. We zijn er. In Zandvoort, jongens. Je moet in die les kijken. Het is de eerste keer dat ik dit doe. Soms kijk ik een beetje naar die ding, dat schermpje. Maar we zijn er, jongens. We zijn er gewoon. Die gekke wuggies.
Wat ligt erin? Dikke stack? Ja, pink. Dikke stack, G. Check die splitter. Ja, zo, dus is de Chiron ook aangekomen, de Bugatti Chiron. Gaan we er langzaamaan steeds meer supercars hier op gaan. RS6 van VDF Cars natuurlijk, die hier aanwezig is. En ook de Frank. Kijk deze velgen, jongens. Kapot groot. 22 inch. Ja, maar achteruit crap. Ik ben doof, jongens. Ik kan mijn veen schieten. En nog eentje. Mooi, man. Groot bij hem, toch? Ja, jongens. We gaan nu even kijken of we het circuit op kunnen komen. Ik geloof dat je een VIP-ticket moet hebben om het circuit op te gaan. Maar ik heb natuurlijk geen VIP-ticket, want het kost fucking 100 euro of zo. Dus we gaan even checken. Diablo. Rolls-Royce. Ja, we hebben nog gevonden, hoor. De Performante. Die kan ik afvinken, G. Kom ik hier aan de hosse kort. Kijk
het wel dat je kentekens zijn veel kleiner, dus als je de politie langs rijdt, kunnen ze zo moeilijk kijken. Kijk, die strik is zo klein als een echte. Wat? Die kenteken, hebben we gezien? Kijk ook dit. Ja, ik heb dit niet gevonden. Ja, dat is wel. Kijk jongens, ben je een coureur of ben je een pitpoes? Stefan, ben je een pitpoes? Nee, ik ben een coureur. Jij bent een pitpoes. En jij? Coureur sowieso. Pakketje. Boys, eet smakelijk. Alleen jij hebt nog geen eten. Dit weer kapot lang. Die lens kijken. Zijn er
nog steeds. Met meneertje. Hoe is het dan? Gaat wel lekker. De Bugatti, jongen. We gaan even checken of we de... We zijn op zoek. Bugatti Chiron kunnen vinden. Dat de Bugatti... Hier, kijk, die 4x4 pik zo. Ja, dat zijn wagens, jongens. Hey? Daar dromen we van. Maar geloof me, deze jongen gaat geld maken met die vlogs van hem. Johan, wat zeg jij? Ik heb nog 0 kijkers. Kijk, ik heb niet eens een account aangemaakt. Maakt niet uit. Mensen gaan het checken. Geloof me. Toch, ja, jongen? Met jou erbij gelijk miljoen, ja, views. Altijd. Rusland, ja. Hoi, joh. We zitten zo op de tribune. En ineens zien we zo een Lamborghini daar crashen gewoon. Een Murcielago. Hij staat er zo daar stil, want kijk, want als hij doorrijdt. Kijk dan al die mensen. Hey, ik ga er ook gewoon op af ook, hoor. Ik wacht op die Lambo eigenlijk, hè? Ja, ik ook. Yeah.
Nee, volgens mij kunnen we weer hierna meteen gaan lopen. Gewoon. Thank you.
Oh, die doet pijn. Zo kan je niet zeggen. Ik dacht serieus dat het Santiago was. Ja, zeker.
Wat vond je nou van vandaag? Het was wel hard, man. Veel geld gezien vandaag. Heel veel geld, ja. Ja. Lammo die kapot ging rijden. Oh. Alle auto's zijn nu een beetje aan het wegrijden. Het parkeerterrein is al eigenlijk vrij leeg. Al heel erg leeg. Kom erin. Even kijken wat we nog... Ja. Het begint druk te worden daar, hoor, jongens. Zo, RS6. RS6. C63. Ja! Daar eindigde de vlog ineens. Daar ben ik weer, mensen. Het is inmiddels 's avonds en wat een dag. Ik heb genoten, hopelijk jullie ook. De batterijen van mijn camera waren leeg. Ik heb 2 batterijen, maar die batterijen van mijn camera gaan zo snel leeg. Ik ga denk ik binnenkort nog een derde batterij erbij kopen, zodat ik wat meer beelden kan schieten. Maar om terug te komen op het lijstje dat ik aan het begin van de dag heb gemaakt, om te kijken welke auto's ik had willen zien vandaag. Zo hebben we de Huracan Performante wel gespot. Alleen de Bugatti Chiron en de Ford GT die waren er ook. Alleen de hele tijd liepen we die mis. Dan waren we weer bij de paddock en dan was de Bugatti weer aan het rijden. Dan waren we weer op de tribune en dan was de Bugatti weer achter bij de paddock. We hebben ze gewoon allemaal misgelopen. Ja, dat was balen. En dit was ook helemaal nog geen goede vlog. Ik merk dat ik gewoon nog heel erg moet wennen aan de camera. En een beetje aan alles, hoe alles werkt. Verder heb ik ook natuurlijk wat beelden teruggekeken. En dan zie ik nog wel wat punten waar ik me nog wel op zou kunnen verbeteren. Ik hoop in de toekomst wel betere vlogs voor jullie te maken. En ik ben van plan ook om op allerlei auto-evenementen gewoon vlogs te maken. Niet over mijn dagelijks leven, maar gewoon alleen op auto-evenementen. In oktober komt natuurlijk 100% tuning eraan. Ik geloof in november of december komt ook Motorshow Essen in Duitsland. Dat zijn 2 evenementen waar ik enigszins interesse heb en waar ik gewoon ook de hele dag wil vloggen. Dus dat komt er allemaal binnenkort aan. En ik was ook bezig met andere video's te maken. Zo heb ik bijvoorbeeld al wat video's opgenomen waarin ik een auto review. Alleen achteraf kwam ik erachter dat mijn microfoontje het niet deed. Dus eigenlijk kan ik helemaal die beelden niet gebruiken. Ik heb dus zo'n Lavalier microfoontje gekocht. En dat is... Oh. Maar dat is deze. Maar dat microfoontje, dat doe je dus zo in je telefoon. En dan kun je hem eigenlijk gebruiken. En ik kwam er dus eigenlijk achter dat hij het niet deed. Maar wat blijkt nou, ik heb dit microfoontje in mijn moeders telefoon gedaan. En toen kwam ik er dus achter dat hij het wel gewoon deed. Dus eigenlijk op deze telefoon doet hij het niet. Ik ga binnenkort ook een nieuwe telefoon aanschaffen, zodat ik gewoon de video opnieuw kan opnemen. Zodat ik hem binnenkort online kan gooien. En voor de mensen die mij kennen, die zien nu in één keer gewoon deze video random verschijnen op YouTube. Dit is eigenlijk wat ik gewoon met mijn kanaal wil doen. Op auto-evenementen vloggen en over het algemeen gewoon reviews van auto's doen. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En ik check jullie later. They ask me what my music's about. Stories of love, maturity, and those that truly the doubt. Cause I got nothing to prove. Camera phones always aiming at these pretty hoes. You think they starring in screenplays where they take a pick and roll.